Je stijgt in de peilingen, maar nog niet op de schommel. Dus, Yay! Nou, je voelt je wel weer helemaal kind zo, hè? Kind, op mijn leeftijd. Daan, wanneer heb jij voor het laatst geschommeld? dat is toch lang geleden. Ik kan goed 20 jaar geleden zijn. En bij jou? Ja, anderhalve maand geleden met een kleinkind. Ja, oh, nou, dat is super. Dat is misschien nog wel mooier dan zelf schommelen. Mijn volgende vraag is dan toch aan jou. Wanneer dacht jij, ik ga de politiek in? Wanneer begon dat? Ik was 15 en toen kreeg ik plotseling een visuele handicap. En nou, dat heeft heel veel impact op je leven. Ja. Zeker op die leeftijd, hè, want je zit midden in je puberteit. En dan ben je bezig met voetbal, met meisjes, met totaal andere dingen. En dan sta je er niet bij stil dat gezondheid niet vanzelfsprekend is. En ik heb toen wel heel erg gemerkt hoe belangrijk het is dat je terug kunt vallen op mensen. Maar ook op een overheid die er wel of niet voor je is. En rond mijn 15e, richting mijn 18e, die periode, ben ik wel politiek geïnteresseerd geraakt en ook lid geworden. Hoe jong was jij toen je die interesse kreeg? Ik kom uit een hele politieke familie. Mijn opa was ook politicus, dus het was helemaal niet raar om ook de politiek in te willen. Maar ik durfde dat nooit, ik was daar veel te onzeker voor. Dus ik heb dat stapje voor stapje moeten veroveren, dat ik dat heb gedurfd. Dat durfde ik pas op mijn 46e. Waar was je bang voor dan? Oh, ik dacht gewoon, dat kan ik niet. Ik kan niet tegen mijn verlies. Ik kan niet onderhandelen. Dat dacht ik allemaal, weet je. Of ik zou te zenuwachtig worden van de aandacht. Maar het zat wel in de familie, dus... Ja. Ja, en op de middelbare school was ik ook heel zichtbaar, dus het paste best bij me. Maar het heeft me heel lang gekost om dat te durven. Ja. En er kwam een moment dat je toch dacht van, nu ga ik het doen. Ja, ik kom uit een half-Joodse familie. Mm-hmm. En je kan je voorstellen wat er in de oorlog is gebeurd. Ik ben van 1957. Maar ja, ik heb mijn vader altijd gezien met dat trauma van zijn familie die weg is. Hè, die verdwenen is. Zo zijn wij opgegroeid. Wij zijn heel erg opgegroeid met het idee, dit nooit weer. We moeten zorgen voor vrede, voor democratie, voor een samenleving waarin mensen elkaar respecteren. Nou ja, tegenwoordig is het werkwoord fixa is modern. Fixen, ja, zeker. Fix het, weet je wel. Ja. Je probeert dingen te verbeteren samen met andere mensen. Je zit daar niet voor jezelf, hè? Je bent volksvertegenwoordiger. Dus je wil ook dingen fixen voor mensen van mijn generatie, maar ook voor toekomstige generaties. Hoe ervaar je die verantwoordelijkheid? Nou, als bijzonder eervol. Ja, hè? Dat is wel bijzonder hoor, om andere mensen te mogen vertegenwoordigen. En dat realiseer je niet altijd. En dat is maar goed ook, want anders wordt het misschien ook wel te veel. Maar je kunt echt dingen bewerkstelligen, dingen veranderen voor mensen. Dat is wel heel bijzonder. Ik denk het eerste jaar dat ik gekozen was in het Europees Parlement voor de PvdA, ik was op een wolk, ik was gewoon... Zo onder de indruk dat ik volksvertegenwoordiger was. Precies dat, hè? Het volk vertegenwoordiger. Ik vond het iets ongelooflijks. Wat een privilege, wat een eer, wat bijzonder dat je dat mag doen. Je moet ook wel een enorm ego hebben om te denken van, nou, ik ben diegene die iedereen moet vertegenwoordigen, toch? Of hoe zie jij dat? Ik geloof niet dat er politici zijn zonder ego. Nee, ik denk het ook niet. Daar moet een beetje ijdelheid bij zitten. Je wilt toch wel graag gehoord worden, gezien worden. Maar dat kun je nuttig inzetten. Nee, uiteindelijk ik wil voor andere mensen met een beperking iets betekenen. Voor ook andere generatiegenoten, millennials, toekomstige generaties iets betekenen. Dus je hebt inderdaad dat ego nodig, maar wel om een hoger doel voor anderen te realiseren. En wanneer ben je trots over een jaar op wat je hebt gedaan? ik ben trots als met name blinden en slechtzienden. Daarbij is de arbeidsparticipatie het laagst van allemaal, nog onder de 30%. Ja. Als ik met mijn voorstellen eraan heb kunnen bijdragen dat ieder blind of slechtziend persoon wel die droom kan waarmaken, die baan kan krijgen die hij of zij wil, die studie kan volgen die hij of zij wil, dat vind ik enorm belangrijk. Als ik dan vanuit mijn eigen ervaring spreek, ik werd 80-100% arbeidsongeschikt verklaard. En er werd tegen mij gezegd van, je kunt niet meer je studie afmaken op een reguliere school. Nou, serieus? Gelukkig was ik verbaal sterk genoeg met mijn ouders om tegen die instanties in te gaan. Ja.
Maar dat geldt niet voor iedereen. En ik wil dat de kinderen die nu geboren worden en die hetzelfde gaan meemaken als ik of een andere handicap of uitdaging hebben in hun leven, dat die niet afhankelijk moeten zijn van hun eigen, nou ja, omgeving om toch tegen die instantie in te gaan. Maar dat we het zo gaan inrichten dat iedereen echt zijn eigen keuzes kan maken, de regie heeft over zijn eigen leven en inclusief kan deelnemen in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en nou ja, ook cultuur, sport, noem maar op. Kijk, je bent nu Louis Sterk, je bent net Kamerlid, komt uit de gemeenteraad, groeit pijlsnel in de politiek, hè? Maar als je even terugdenkt, heb jij na je 15e, toen die ziekte er kwam, of die beperking opkwam, mm-hmm. heb je veel in jezelf moeten overwinnen om die levensmoed te houden? Ja, toch wel. Bijvoorbeeld, ik ging bestuurskunde studeren. Nou, dat studiemateriaal was nog niet toegankelijk. Ik moet boeken luisteren. Je bent toch een pionier die als eerste gaat en daarmee de weg vrijmaakt voor anderen hopelijk. Maar ook hele simpele dingen. Ook gewoon uitgaan, naar de kroeg een biertje pakken. Ook dat wordt een uitdaging. Gewoon de meest basale dingen worden anders. En dat is niet erg, maar dan moet je wel overwinnen. En dat doe je niet alleen. Daar heb je natuurlijk familie en vrienden voor nodig. En ik vind dat onze samenleving nog onvoldoende inclusief en toegankelijk is ingericht. Mm-hmm. Nou ja, daar kan ik vanuit deze rol, en dat is mooi aan volksvertegenwoordiger zijn, ik echt wel een bijdrage aan leveren om dat te verbeteren. We moeten de mensen denken die hier voorbij komen rijden. Goed. Dat twee van was. Je bent bang voor je camera. Kun je ook remmen op dit ding? Maar ik heb het heel erg over inclusiviteit voor met name mensen met een beperking. Maar ja. Inclusiviteit is natuurlijk breder. Hoe zie jij dat en hoe creëer jij vanuit jouw rol een inclusieve samenleving? Ja, het is een ongelofelijke uitdaging om een samenleving te krijgen waarin we werkelijk realiseren dat iedereen dezelfde rechten heeft en gestimuleerd wordt op dezelfde manier, net zo hard gestimuleerd wordt iets van zijn haar leven te maken. Het is die gelijkheid van elke burger die je zou willen hebben, in termen van kansen, rechten, ja. Die kent geen enkele samenleving. En dan is Nederland nog heilig vergeleken bij de grote meerderheid van andere landen. Kijk, het NIMD werkt in 20 landen. Mm-hmm. En we proberen altijd in de opleidingen die we geven voor mensen die politiek in willen, proberen we een zo mooi mogelijk panorama te krijgen van de hele samenleving. Mensen die ver weg wonen van de hoofdstad. Mm. Mensen die arm zijn. Mensen die welgesteld zijn. Mensen uit minderheden in het land. Etnische minderheden of andere minderheden. Een even goede verdeling tussen mannen en vrouwen. Ja. We proberen een goede mix te maken van de hele samenleving. Lukt natuurlijk nooit helemaal, maar je doet je best. Ja. En dan merk je dat vooral daar waar het gaat stapelen, dat vrouw en indigenous group een beperking, dan wordt het opeens heel erg lastig. En dan moet je mensen echt een extra duwtje geven om ze de kans te geven hun stem te laten horen aan de tafel waar de besluiten vallen. Ja. Dat kost gewoon ontzettende moeite. Overal, ook in Nederland natuurlijk. Hè? We zijn daar geen uitzondering in. Of zij zijn geen uitzondering. Nee. En in Nederland is het heilig in vergelijking met andere landen. En toch is het bij ons ook niet makkelijk. En dan brengen we ze dus ook in contact met de zittende politici. Maken we de dialoog. Mogelijk. De schommelende politici. Schommelende politici. Die proberen op die schommel te blijven zitten, zo lang mogelijk. Ja, ja. En dan proberen ze met hun in contact te brengen. En te laten begrijpen dat er is toch echt maar één Ethiopië. Er is toch echt maar één Colombia. Jullie zullen het samen moeten doen. Maar wat wel het ding is, kijk. Je gaat de politiek in omdat je ergens voor staat, omdat je ideeën hebt en je wilt ook een groep vertegenwoordigen. En tegelijkertijd moet je er ook voor waken dat je meer bent dan alleen die identiteit. Jazeker, ja. Absoluut. En dat kan ook een zoektocht zijn. Ja. Om weer voor mezelf dan te spreken, ja. Ik ben meer dan mijn handicap. Nou, ik kan ook op wel. Hele andere dossiers en thema's ja. dingen voor elkaar krijgen. Heel vaak ook niet, daar leer je ook weer van, vaak ook wel. Wat zijn je portefeuilles in het parlement, in de Tweede Kamer? Sociale zaken, werkgelegenheid. Ja. Die heb ik nu een tweede termijn, dus een aantal jaar zit ik op dat dossier. Ja, lekker breed. En ik ben voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie corona. Dan heb je dus wel ontworsteld aan de veroordeling om van een wat genoemd wordt een beperking een beroep te maken. Hè? Nee, zeker. Maar ook dat is wel een zoektocht waarbij ik wil benoemen. Het is belangrijk dat we
Diversiteit vind ik belangrijk, inclusiviteit. Mm-hmm. En dat staat ook los van welke partij je bent. Dat je een groep vertegenwoordigt, maar dat je ook meer bent dan alleen die identiteit. Ja, natuurlijk. Ik weet niet, 20 jaar geleden zou ik denken, ik wil dit bereiken, dat bereiken, deze stap zetten en die stap. En ik wil de ontwikkelingssamenwerking van de Europese Unie hervormen. En ik wil, weet je, van grote plannen. Nou, er is best ook wat van terechtgekomen. En langzamerhand denk ik eigenlijk steeds meer, het wat je wil bereiken is niet zo belangrijk. Het gaat veel meer om hoe je het doet met elkaar. Eigenlijk meer van revolutie naar evolutie, moet ik het zo... Dat zeker. Ja. Ik ben helemaal niet van de revolutie, nooit geweest. Maar daar heb ik de pest aan. Nee, je moet stap voor stap dingen bereiken. Dingen fixen, zoals we nu zeggen. Alsjeblieft stap voor stap, maar dus ook met respect voor elk mens. En met openheid en toon je kwetsbaarheid. En laat zien dat je je grenzen hebt. En laat zien wat je ambitie is. Ja. Je moet mensen ook meenemen. Hè? Kijk, alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Ja, die. En dat daar geloof ik ook echt in. En als je geen draagvlak creëert in je ideeën of je stip op de horizon waar je naartoe werkt. Ja. Ja, je kunt er alleen hard naartoe rennen, maar als je andere partijen, wat in de politiek belangrijk is, maar ook belangenorganisaties, ook opiniemakers, niet in die richting meekrijgt, dan wordt het heel lastig. Denk je na over dat leiderschap? Over welke stijl van leiderschap je wil? Ik zal het toelichten. Ik deed eigenlijk, toen ik de politiek inkwam, niet zo heel veel anders als toen ik journalist was. Want open, geïnteresseerd, nieuwsgierig, altijd nieuwsgierig. Ja. Proberen te begrijpen, proberen je te verplaatsen in een ander en dat verhaal door te geven, te vertellen. Ja. Nou, dat deed ik als politicus ook. En dat werkte goed, want mensen voelden zich gehoord. En we gingen samen dingen maken in Groningen, in Drenthe en zo. En dat, we bereikten dingen. En dat was dus, maar dat was heel intuïtief. En nu denk ik, daar moeten wij in de politiek veel harder over nadenken. Over welke vorm van leiderschap willen we vandaag? Hoe kunnen we de democratie betrouwbaar maken, vertrouwen teruggeven? Mm-hmm. Nee, ik herken wel dat ik ben nog niet zo oud, maar hoe ouder je wordt, hoe meer je op je intuïtie gaat varen. En ook ervaringen die ik vanuit de lokale politiek als wethouder ervaren heb. Je moet ook vooral dicht bij jezelf blijven en van je eigen sterke competenties uitgaan. Maar ook vooral je mindere competenties erkennen en dat vooral ook uitbesteden aan mensen om je heen. Nou, ik ben iemand die graag de verbinding zoekt en mensen mee wil nemen en nieuwsgierig is. Dat zijn eigenschappen die je in de politiek, maar ook goed als journalist of in andere werkvelden goed kan gebruiken. En als je vooral vanuit je sterke competenties handelt, maar ook vooral weet waar je niet goed in bent, en dat is ook helemaal niet erg, dan kun je volgens mij ver komen. Is het voor jou een nadeel dat je minder ziet? Nee, zeker niet. Nee, ik zie mezelf ook niet als gehandicapt. Het is gewoon wie ik ben en wat ik... Het heeft me ook gevormd. Ik geloof echt dat een beperking kan ook een verrijking zijn. Ja. De beste IT-programmeur, die heeft op zijn minst een lichte vorm van autisme. En de beste audiospecialist bij de politie, dus die de boeven moet afluisteren, die is blind of slechtziend. En want als jij een beperking hebt, dan gaan je andere competenties, die gaan het compenseren. Ik kan beter luisteren. Een politicus die luistert, lijkt me een goede eigenschap. Mm-hmm. En ik hoor veel... Kijk, ik kan non-verbaal niet waarnemen met die 4% die ik zie. Maar ik hoor in de stem, en de intonatie of een trilling in de stem, daar kan ik misschien wel veel meer uit opmaken dan iemand kan waarnemen uit het non-verbale. Ja, en ik kan nooit met een spreektekst werken. Dus ik spreek altijd in de kamer of ergens anders vanuit mijn hoofd. Dat komt veel natuurlijker over. Dus het heeft ook voordelen. Ja, en bovendien heeft het mij echt intrinsiek gemotiveerd om dit te gaan doen. Dat is denk ik altijd belangrijk. Ik zal het als vraag stellen, maar het is eigenlijk wat ik denk. Zou het zo kunnen zijn dat je mensen ertoe dwingt om eerlijk te zijn tegen je? Ja, daar zou je een andere moeten vragen. Ik denk wel dat het daardoor lastiger kan zijn om een politiek spel te spelen of oneerlijk te zijn. Laat ik het dan zo formuleren. Je luistert er dwars doorheen? Ja, vaak wel, ja. Ja. Dus dat is prima. Nee, zeker. Maar kijk, iedereen heeft zo zijn beperkingen. Hè? Mm-hmm. Jij hebt geen handicap, maar ook jij hebt je mindere kanten. En zo heb ik die ook. Nee, ik zie niet zo goed. Ja, so be it. Maar ik heb ook wel eens ooit gezegd,
alle 150 Kamerleden hebben een beperking. En daar ben ik ook van overtuigd. Ja, maar durven ze die hardop te zeggen? Nee, want kwetsbaarheid tonen in de politiek is toch kennelijk wel een dingetje. Terwijl ik het een kracht vind. Wat is jouw beperking als je jezelf een beperking zou moeten toedichten? Vraag het aan mijn vrienden. Maar ik zou denken, ik ben onzeker dat dan goed is in het werk. En dat maakt dat ik lang kan twijfelen en ook uit het veld geslagen kan zijn door iets wat dat niet per se verdient. Ik moet het soms diep uit mezelf halen om door te zetten. Maar ja, kan ook een kracht zijn, toch? Dat je de tijd neemt, wellicht bedachtzaam bent daardoor. Ja, maar ik heb het. En ik zie het ook wel als een rijkdom in zekere zin, omdat het brengt me heel dicht bij mensen met wie het niet goed gaat. Bijvoorbeeld, kan ik makkelijk mee spreken. Kan ik goed begrijpen. Maar het remt ook wel veel. Of het heeft veel geremd vroeger. Ja. Maar het leuke van journalistiek was dat ik dan elke dag een klein stukje maakte voor de radio. Mm-hmm. Een stukje na stukje na stukje. Hey, dit stukje was ook gelukt. Hey, dit stukje is ook oké. Hey, zo gaat dat zelfvertrouwen groeien. Door de jaren heen groeide wel zelfvertrouwen. Omdat het zo onmiddellijke voldoening was van kijk, dit stukje en mijn naam staat eronder. Weet je? De journalistiek helpt. Maar hoe had... In de politiek is dat veel lastiger, want je ziet zelden in de politiek het resultaat van je eigen werk. Je doet het altijd samen met anderen. Ja. Er staat nooit jouw naam onder. Het is altijd een groepsproces. Wat prima is, want het kan ook niet anders. Het mag ook niet anders. Ja. Maar het is daar moeilijker om die voldoening te vinden. Ja. Vind ik. Ja. Ja. Precies daar. Oh ja. En dan kun je dus, weet je zo. Maar een heel stom apparaat. Lelijk. Ik weet niet wat kinderen daarmee moeten, maar het is flink afgesleten aan de voeten, dus ja, het wordt wel gebruikt. Ja. Wat een raar ding. Bij de campagne, ging jij langs de huizen met foldertjes? Ja, ook, maar ik geloofde daar niet zo in. In ieder geval de eerste keer toen ik me verkiesbaar stelde was ik 21. Het ging voor de gemeenteraad van Veldhoven. En de gemeenteraad, politiek heeft al een beetje een saai, suffig imago van oude witte mannen over het algemeen. En ik wilde met name ook die jongere generatie vertegenwoordigen. Dus ik ben heel fanatiek campagne gaan voeren op social media. Nou, ik woon in het zuiden, nou, daar vieren we carnaval. En toevallig zat net 2 weken voor de verkiezingen, of 3 geloof ik, was het carnaval. Dus ben ik VVD condooms gaan uitdelen. En, met een tekst erbij? Veiligheid staat als een paal boven water bij de VVD. Ja. Het is heel flauw, maar ik stond op nummer 6. We haalden 5 zetels, maar ik haalde een voorkeurszetel. Dus, en dan heb je nog een extra mandaat en dat is wel heel bijzonder. Dus via een voorkeurszetel in de gemeente. Jouw politieke carrière is gestart dankzij condooms? Onder andere, ja. Dat kan ik niet ontkennen. Ja. De PvdA voerde ook campagne met condooms op zeker moment, dus de jonge socialisten dan. Mm-hmm. En dat waren van die kleine vierkante pakjes, weet je wel. Ja. En daar stond het op PvdA keihard de sociaalste. Ja, nou ja. Maar wat ik bijvoorbeeld merkte. Kijk, tijdens de carnaval dan zijn jongeren een biertje aan het drinken of een feest aan het vieren. Ja. Nou, maar van iedere 100 condooms die je uitdeelt, er was er altijd wel 1 op de 10 met wie je ook echt in gesprek raakte van en wat wil je dan anders, wat wil je gaan betekenen? Omdat het een gezellig binnenkomertje was, om zo te zeggen. Ja, zo kun je het wel zeggen, ja. En veilig. Maar in Nederland, en ook in de landen waar wij werken, is het wantrouwen heel groot. Ja. In de landen waar wij werken nog veel groter dan in Nederland, maar toch, hè, er is wel heel wat misgegaan. Gasschandaal, toeslagen. Spanningen genoeg in die samenleving. En het vorige coalitie zei ook al van ja, herstel van vertrouwen, prioriteit. Maar doen we er echt veel aan, vind je? Aan het herstel van vertrouwen? Ja, het is natuurlijk heel belangrijk dat, want we zijn volksvertegenwoordigers, we zitten er namens het volk. Ja, en als je daar het vertrouwen niet geniet, ja, dan wordt het heel lastig. En in ieder geval, wat ik eraan doe om hopelijk het vertrouwen te kunnen herstellen, is door vooral in gesprek te blijven, door op werkbezoek te gaan, door naar scholen toe te gaan, door een soort van gastcollege te geven. Maar niet alleen college te geven, maar ook vooral op te halen wat er onder de jongeren speelt, wat er leeft, wat hun bezighoudt. Ja. En ook daar iets mee te doen. Dus niet alleen maar luisteren, mm-hmm. maar ook
daarna handelen. Wellicht daardoor kamervragen gaan stellen of, of iets... Iets mee doen. Ja. Wat ik ook echt goed vond werken was, niet één keer op bezoek, maar terugkomen. Ja, zeker. En nog een keer terugkomen. Kracht van herhaling. En niet een jaar later, maar 2-3 maanden later terugkomen en zeggen, hoe is het nu? Of een belletje. Het hoeft niet dat je altijd maar inderdaad contact houden. Was het moeilijk voor je om jezelf serieus genomen te laten worden in de kamer toen je er net zat? Dat ging op zich redelijk goed. Maar ik heb wel ervaren daarvoor. Ik was 25 toen ik wethouder werd. Ja, dat is heel jong. En toen was ik de jongste wethouder van Nederland toen ik op dat moment. Ja. En daar heb ik wel eens meegemaakt dat ze dachten dat ik de stagiair was die binnenkomt lopen. Wat ik op zich. Dat kan ik nog ergens over begrijpen. Dat is niet raar. Hè? En dan tijdens het gesprek in het begin denken ze: oh shit, dat was dus de wethouder. Dus dat heb ik wel meegemaakt. En. Het is vooral belangrijk dat je, je moet ooit wel je positie claimen. Maar ik denk dat dat in de politiek op iedere leeftijd geldt. Dat je dat misschien als jongere nog net iets meer moet doen ooit in het begin. Maar als je eenmaal leren kennen en ook zien wat je drijft en hoe je dingen aanpakt, dan is dat al snel weg volgens mij. In de landen waar wij werken is vaak het grote probleem dat de oude politici echt niet willen opschuiven. En die jongere politici die gaan wij dan leuk trainen. En dan brengen we ze ook in gesprek met die oudere politici. Ja, en dan gaan ze braaf in gesprek. Om duidelijk te maken, hey, hier is je nieuwe generatie, koester dat. Maar hoe zou je dat kunnen doorbreken dan? Ja, dat gaat echt zo stapje voor stapje. Dat is zo moeizaam. En dat is in elk land zo, je kan ze moeilijk wegduwen. Hè? Dus dat zijn echt van die machtsposities. Die partijen worden vaak door één persoon geleid. Nou, in de Tweede Kamer dan in Nederland zijn best wel veel jongere politici. In mijn fractie zitten veel dertigers. Uh-huh. Ik heb ook met Hapte met de Hoop contacten bij de GroenLinks PvdA. Ze zijn er wel best wel meer jonge parlementariërs. Ik heb wel het idee dat we alle generaties redelijk goed vertegenwoordigd hebben in ons parlement. Maar afgezien van het moeilijke gesprek tussen de generaties in de landen waar wij werken, het is ook wel. Hoe krijg je jongeren zover dat ze willen? Er zijn heel veel jongeren die denken, nou, ik ben best betrokken. Ik vind het allemaal heel belangrijk, klimaat of noem het wat. Maar ik ga de politiek niet in. Weet je? Van politiek is de imago in de landen waar wij werken, dat is corrupt. Dat is vriendjespolitiek. Ja. Dat is iets waar je ver van weg moet blijven. En je loopt ook nog eens heel persoonlijk risico, vaak in de landen waar wij zijn. Nou, zelfs hier al, helaas. Ja. Steeds meer. Ja. Dus het is ook wel iets van op de middelbare school al politici binnenhalen. Kijk, het kan dus, weet je? Klaslessen geven. Ja, het maakte op mij enorme indruk dat er kamerleden naar onze school kwamen in Groningen. En die vertelden wat ze deden. Ik vond dat fantastisch. Ja. Hè, of een wethouder kwam ook. Ja, of een burgemeester. Ik denk dat ik denk wel dat we dat vooral moeten blijven doen. En ook te laten inzien hoe belangrijk democratie is. En ook dat het niet vanzelfsprekend is, want natuurlijk. Ja, we hebben het idee dat het vanzelfsprekend is, maar dat is het echt niet. En dat echt te laten doordringen, dat is wel belangrijk om dan inderdaad naar die scholen te gaan, de wijken in te gaan. En daarover in gesprek te blijven.